Ja, vrienden, ik heb al die reacties gelezen. Ja, over Code Oranje in Spanje. Ja, nou zeg. En er waren heel veel leuke tussen. Ja, waren heel veel aardige en leuke reacties, dankjewel. Maar er waren er natuurlijk ook weer een heleboel die of iets aan te merken hadden of iets op te merken hadden. En wat dacht je van de mensen die altijd, en dat schrijven ze vaak aan mij, van Harry, kijk uit voor je hart. Nou jongens, ik heb goed nieuws voor jullie. 2 weken geleden heb ik me laten onderzoeken. Mijn hart. Ja, heb ik helemaal van binnen naar buiten, helemaal ondersteboven. En die cardioloog, nou die heeft mij gewoon zo verschrikkelijk hard op mijn schouder geslagen. Helemaal in orde. Dik, dik in orde mijn hart. En nog even wat. Bloeddruk, hebben jullie het ook vaak over? Nou luister even goed. Hey. Ik heb de bloeddruk van een jonge ijsbeer. Geloof me nou, ja, ergens van 115 tot 120. Jongens, ik zit in het epicentrum van het leven. Papa! En dan schrijven jullie vaak aan mij. Hey Harry, ja, maar jij wordt betaald, hè? Jij wordt betaald als influencer voor de regering. Dan ben ik ineens influencer. En dan is het de regering die mij betaalt. En nu dan? Ik heb er niks over gelezen. Helemaal nul. Het was doodstil. Omdat ik het nu dan niet opnam, kennelijk dan voor het kabinet of wat dan ook de regering. Nee, ik was er gewoon tegen. En wie betaalt me nu dan? Hé, daar heb ik helemaal niks over gelezen. Wie komt er nu dan met het geld? Ik zit te wachten, er kwam niks binnen. Tjonge, jonge, jonge. Dat was even een teleurstelling. En wat lees ik dan? Ja, Harry is eindelijk wakker geworden. Nou, hey, hallo, zou ik niet wakker zijn? Wat denk je? Hey, Harry heeft nu eindelijk het licht gezien. Nou, Harry heeft het licht al lang gezien hoor. En dan nog even wat, dan zeggen jullie tegen mij. Harry is gedraaid als een blad aan een boom. Nou, kom even zeg. Hey, alsof ik 360 graden ga lopen draaien. Ja, want je was dus, Harry was dan eerst voor de regels. En nou ben ik er dan zogenaamd tegen. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ik bedoel, ik ben helemaal niet gedraaid. Ik ben nog steeds voor de coronaregels. Het is nog steeds handen wassen, 1,5 meter. En is het druk in een winkelstraat of in een supermarkt, mondkapje voor, punt. Daar ben ik nog steeds voor. Maar als ik een maatregel zie, of ik een maatregel lees of hoor, en ik denk, hé, dat is onzin. Daar zeg ik er wat van. Ja, want je kijkt hier naar. Hallo. Tada. Een onafhankelijke geest. Ja, niet links, niet rechts. Volkomen onafhankelijk. En dan denk ik bij mezelf. Daar zeg ik wat van. En dat heeft niks te maken met draaien. Gewoon constateren wat we zien. En dat is hem, vrienden. Hey. Pas goed op jezelf en pas goed op elkaar.